Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we weer een heel mooi en apart stuk maken. Ik heb er al helemaal zin in, want ik heb heel veel ideeën in mijn hoofd en ik vind het leuk om dat met jullie te delen. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak en het kost helemaal niet. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je dit onder het kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar je woont, komt gewoon naar je toe. Geen probleem en extra makkelijk in deze tijd. Dan heb ik nog even een mededeling. Vanaf nu komt niet elke zaterdag een video online, maar elke zondag. Voor de rest blijft het gewoon hetzelfde. De woensdag en de zondag. Ik ga het ook nog in de banner zetten. Dus als je het vergeten bent, kan je daar even kijken. Dus een kleine verandering in het schema. Maar voor de rest blijf ik net zoveel leuke video's maken. Goed, gaan we nu gauw aan de slag. Zoals je ziet heb ik al een mooie ondergrond en oase in een plastic bakje. En we gaan het plastic bakje eerst even wegwerken met mos. Want ik vind het nooit mooi als je dat soort dingen blijft zien. Ik zet de mos omheen en ik zet het even vast met een krammetje. En dit doe ik om het hele bakje heen. Als je het bakje helemaal hebt wegwerkt met het mos, gaan we verder met het opsteken van de oase. We doen het eerst heel compact. Straks gaan we het stuk nog even echt apart en spannend maken. Maar we beginnen eerst met de basis opsteken van de bloemen. Ik begin allereerst met Lysianthus. En ik verdeel het over het stuk. Het is belangrijk dat je bij dit stuk omhoog werkt, dus niet te veel naar de zijkant gaat. Dan heb ik nog een mooie kleur Lysianthus, een beetje rozig. Dan heb ik prachtige distel. En ik vind zelf deze kleurencombinatie heel erg mooi. Dan heb ik nog mooie limonium. Ook deze steek compacter in. Dan gebruik ik mooie scabiosa bolletjes en ook deze verwerk ik compact. Ik vind die kleurencombinatie weer heel erg mooi bij elkaar. Ik snij alles schuin aan en ik heb natuurlijk de oase vol laten zuigen met water. Ik vergeet het soms te zeggen omdat het voor mij... ik dat al automatisch doe, laat maar zeggen. Mocht je nog gaatjes hebben, kan je dat voor de rest even opvullen. Met resterende bloemen. Maar werk dus compact. Als je hem helemaal mooi hebt opgevuld, gaan we hem spannend maken en apart maken. Want dat willen we natuurlijk.
Ik gebruik daarvoor heel mooi gevlochten materiaal en de curly takken. En ik laat jullie precies zien hoe we dat doen. We gaan hierdoor ook diepte aanbrengen. Kijk, het is heel mooi gevlochten materiaal. En je kan al zien, als ik hem erbij hou, wat het gaat doen. We gaan dat cirkelen om het bloemstuk heen. Ik ga het vastzetten met een beetje lijm. Aan de onderkant. En ik cirkel hem eromheen. Heb je nou geen lijm, dan kan je hem ook elke keer gewoon de recht gelijk omheen doen. En zo verder gaan. En dan daarna vastzetten met een krammetje. Maar ik ga het eventjes met lijm doen, omdat je hem dan net iets preciezer kan maken. En aan de andere kant maak ik hem dan ook weer vast met lijm. En dan bevestig ik hem weer aan de onderkant. En dit blijf ik herhalen. Dus dit ga ik elke keer doen. Zo'n 5 keer. Je mag de ene best wat hoger doen dan de andere. Dan krijg je juist een heel mooi speels effect. Doe aan de buitenzijde nog even een keertje. Dan heb ik weer mijn curly takken. En dat doe ik eigenlijk op dezelfde manier. En die curly takken, die mag je er best onderdoor laten lopen en dan er weer door laten lopen. Dan krijg je juist een heel speels effect. En juist omdat die anderen er zo rechtop zitten, mag je hier best wel wat speels mee werken. Je kan de uiteinden ook in de oase steken. En je ziet nu ook dat je diepte creëert in je stuk door te werken met verschillende hoogtes. Ja, en juist die spanning van het materiaal en ook juist de verschillende soorten materiaal daarin doen daarin heel veel. En jongens, kijk hoe leuk. Ik ga hem nog even iets spannender maken met asparagus. Ik vind het altijd heel sierlijk in het stuk. En dat laat ik een beetje naar boven lopen met de cirkels mee. Niet veel, een klein beetje. Maar dat brengt net wat sierlijkheid in het stuk. Want ik wil juist die diepte erin houden. Heb je een beetje een grote takje zoals ik nu heb, dan kan je hem in stukjes gebruiken. Dus dan kan je hem splitsen. En ik kan hem natuurlijk altijd een beetje tussen vlechten. Deze vind ik dan net weer iets te lang. En dan hebben we een heel mooi bloemstuk met diepte. In het echt is hij nog mooier op de camera. Dan komt hij nog mooier uit. Ja, echt iets leuks. En qua kleurencombinatie vind ik het ook heel erg mooi. En die diepte door de ringen die je maakt, dus de cirkels die je maakt, creëer je echt een spannend bloemstuk. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopjes cursuspakketten. Je kan nog meer doen met de winactie. Ik zal eventjes hierboven een i'tje zetten. Dan kun je daar naartoe gaan. En aankomende zondag wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Dus je kan nog tot en met zaterdag meedoen, mocht je dat leuk vinden.
Je hoeft alleen maar even een leuke reactie achter te laten en een duimpje omhoog te doen. Dus hoe makkelijk is dat? En dan maak je kans op een heel mooi DIY pakket. Goed, dan hoop ik dat jullie het weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En wil je graag iets leren? Zet gerust een reactie hieronder. Want dan, wie weet ga ik daar dan mee aan de slag. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.